Vergeet het romantische beeld van een ooievaarsleven. In het echt is het toch iets anders dan rustig rondvliegen en baby's afleveren. De vogeltrek naar het zuiden en terug maakt veel slachtoffers, blijkt uit de cijfers van het SWIN. De realiteit is keihard. Dus we hebben van de 22 bezenderde ooievaars tot en met 2023 nog 6 ooievaars die in leven zijn. Dus de sterfte ligt heel hoog. Nu, dat is vrij normaal voor vogels. Dat zie je ook bij andere vogelsoorten. Maar het is toch keihard. Je moet echt heel sterk zijn en ook wel wat geluk hebben om de tocht te kunnen overleven. Al 6 jaar volgt het SWIN een aantal jonge ooievaars door ze een vederlicht zendertje te geven. De trek brengt hen naar Frankrijk, Spanje en Noord-Afrika. Maar door roofdieren, het weer of hoogspanningsleidingen en windturbines komen velen om het leven. De slimste en sterkste halen het en dat zijn er genoeg om de soort in stand te houden. Dus de jongen die het halen, die oud genoeg worden, zijn waarschijnlijk al vogels die dus al van goede genen komen. En daarnaast is het natuurlijk ook een portie geluk die je moet hebben. Hè. Als er net op het moment dat jij op trek als jonge ooievaar ergens naartoe gaat en er steekt een heel sterke storm op als je de Sahara oversteekt, ja, dat is de pech die je kan hebben. Veel ooievaars blijven tegenwoordig ook hangen in Spanje op vuilnisbelten waar hun eten letterlijk voor het grijpen ligt. Maar die afvalbergen zullen de komende jaren verdwijnen. De zenders zullen vertellen hoe de vogels dat gaan opvangen. Ooievaars zijn flexibele vogels die in staat zijn om zich aan te passen. Ze hebben zich ooit aangepast aan die vuilnisbelten. Dus ze zijn volgens mij heel goed in staat om de beweging terug te maken en zich terug te richten op andere voedselbronnen als die vuilnisbelten niet meer beschikbaar zullen zijn.